Politiek maakt zich druk over vervuilde grond NRE. Vakbonden sturen brandbrief aan Catharina ziekenhuis. En de lichtjesroute krijgt een nieuwe hoogwerker. Je ziet dat er hier is geprikt. Pas op. En als je aan deze kant kijkt, dan zie je dat het ook weer, dit is de afgelopen dag, dat het spontaan omhoog komt. Dit is de eerste Eindhovense oliewinning, zonder dat je er iets aan hoeft te doen. Het komt spontaan omhoog. Omwonenden van het NRE-terrein maken zich zorgen over de vervuilde grond van het voormalig industriegebied. Peter Struik was onderdeel van een werkgroep die ging over de ontwikkeling van het terrein. Maar tijdens het proces stuitte Struik op hele andere zaken, waardoor hij zich genoodzaakt voelde uit de werkgroep te stappen. Toen wij erachter kwamen dat we eigenlijk een beetje voor het karretje werden gespannen omdat het milieu eigenlijk het sluitstuk is op alles, hebben we gezegd, ja, maar dit kan helemaal niet. Wij kunnen niet als sluitstuk worden gebruikt voor een milieuprobleem wat feitelijk op dit moment al in onze wijken zit. En dan moeten wij ons terugtrekken. Eerst moet er gesaneerd worden en dan pas kunnen we verder praten over een kwalitatieve ontwikkeling van dit stukje van Eindhoven. Op het NRE-terrein stond vroeger een gasfabriek en in die tijd is de grond ernstig vervuild geraakt. Afhankelijk van de stof die zich verspreidt, kan het al tot voorbij de Dommel zitten in het stadscentrum. In ieder geval in deze wijk en ook waarschijnlijk op Piekenskade. En het zit soms tot 25 meter diepte. Arseen, benzeen, olie, pak, ammoniak, cyanide en zo kan ik nog wel even doorgaan. In dit rapport, wat de werkgroep overhandigde aan de gemeente, staat dat de grond onder het NRE-terrein extreem vervuild is. Dit is een gevaar voor de volksgezondheid, voor het milieu en ook is er een extreem verspreidingsgevaar. En zelfs als je hier staat, ruik je dat er iets niet klopt. Nou, ik denk dat je er eerst van uit moet gaan dat vervuiling gewoon een feit is. Het komt uit een tijd waarin wij nog niet aan het milieu dachten en iedereen gewoon zijn gang kon gaan. Maar dan moet je stappen verder nemen. En als je dan het terrein actief wil gaan gebruiken, dan moet je wel zorgen dat het veilig is. Veilig en qua gezondheid verantwoord voor de mensen. En de bedoeling was hier om per verkocht kavel alleen dat kleine stukje te saneren. En dat kan volgens mij niet, want volgens mij houdt vervuilde grond niet op bij een verkocht kaveltje. Dus als je dat alleen saneert, het stroomt er gewoon weer onderdoor. Dus voordat hier iets kan gebeuren op dit terrein, moet volgens mij eerst gezorgd worden dat het de volksgezondheid niet meer in gevaar is. Oppositiepartijen CDA en het Oudere Appel stelden deze week raadsvragen over de vervuiling van het terrein. Ik ben bang dat het met geld te maken heeft. Als men dit wil saneren kost het handenvol geld en dan moet de gemeente toegeven dat ze eigenlijk failliet zijn. En de gemeente blijft maar herhalen dat het goed gaat met de gemeente rijk is, dat alles betaald kan worden. Maar als dit soort ellende moet worden opgelost kost het geld, heel veel geld. Dit is eigenlijk de bom onder de begroting? Dit is absoluut de bom onder de begroting. En iedereen moet nu eens wakker worden, want het is niet alleen hier. Ik heb nu 3 weken lang onderzoek gedaan. Ik heb zo'n dikke map vol met verontreiniging in Eindhoven. Dit is wat de gemeente zelf toegeeft aan verontreiniging. Ja, niet dat wij hier mooie gebouwen ontwikkelen, want dat willen wij ook. Maar niet dat we dan over 10 jaar horen van iedereen is ziek. En daar voel ik mij als volksvertegenwoordiger heel erg verantwoordelijk voor. Dus ik wil echt ook garanties dat het hier gewoon veilig is. Frans Dille is een van de ondernemers wiens gezondheid in gevaar zou zijn. Zijn theater ligt midden op het NRE-terrein. Merkt u iets van de grondvervuiling hier? Nee, ik weet het wel uit de website, al voordat ik hier kwam. Op de website van de gemeente Eindhoven staat ook een keurige tekening. En daar zit inderdaad ernstige en minder ernstige regio's getekend. Maar merken, we hebben veel contact met elkander hier op het terrein. Maar ik heb nog nooit iemand horen klagen over hoofdpijn of niezen of last. Of nee, nee. Ja, de gezondheidsproblemen op dit terrein zijn voor iedereen heel erg die hier iets doet. Dus de kunstenaars, de ambtenaren, de mensen die hier bezoeken, de mensen uit de buurt, de kinderen uit de buurt die hier spelen. De olie komt hier letterlijk uit de grond lopen. Dat is levensbedreigend. De stoffen zijn kankerverwekkend. Dit probleem moet op de hele korte termijn worden aangepakt. En het college, we verwachten volgende week dat er een eerste antwoord komt. En dat er met spoed een sanering wordt gestart. Want dit is echt spoedeisend. Wat het antwoord van het college zal zijn, is nog even afwachten. Frans Dille maakt zich er vooralsnog niet zo druk om.